Zo'n 1,5 kilometer woont Richard Breugem van de nieuwe A4. Hij ziet de weg niet en zal hem straks ook niet horen. Maar toch vreest hij voor de gevolgen van de snelweg. Die is eigenlijk net zo serieus als wat er in Groningen speelt op dit moment, de gaswinning. Het is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor dit gebied. Per dag moet namelijk veel meer water uit Midden-Delfland worden weggepompt dan eerder gedacht. En wat gaat dat betekenen voor de ondergrond? Andere omwonenden klaagden eerder in onze uitzending al over verzakkingen. Nou kijk, ik laat zien dat hier de vloer, hoe die afloopt. Ook de twee regeringspartijen maken zich inmiddels zorgen. En wij willen gewoon van de minister weten, wat is er nu aan de hand? Is het een structureel probleem? Dus is er sprake van een constructiefout, ja of nee? Of is het iets heel anders? Dus eerst duidelijkheid over het probleem, dan kunnen we het ook over de oplossingen gaan hebben. Wat ons betreft gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Dus eerst moet die weg echt veilig en goed bereden kunnen worden. Moet duidelijk zijn wat de problematiek is die daar speelt en of daar een oplossing voor is. En dan pas kan die weg open. Het Hoogheemraadschap moet nu een nieuwe vergunning afgeven voordat de A4 open kan. Tegen deze vergunning zijn 4 bezwaren ingediend. Een daarvan komt van Richard Breugem, die de gang van zaken niet kan volgen. Stel nou dat je een huis wil bouwen en je vraagt een vergunning aan voor een huis met 2 verdiepingen, een garage. En je gaat dat bouwen en je maakt tijdens de bouw een huis van bestaande uit 8 verdiepingen en 2 zijbeuken en een ondergrondse parkeergarage. Dan ga je toch ook niet naar de gemeente toe en zeggen, nou mijn vergunning klopt niet meer, ik wil even een gewijzigde procedure hebben, want dan kan ik mijn vergunning alsnog geleverd krijgen. Maar is dat een serieuze vergelijking inderdaad, wat u nu ziet gebeuren? Ja, dat is helaas een serieuze vergelijking. Het Hoogheemraadschap doet op 15 december uitspraak. Of de snelweg op 18 december opengaat, is nog onduidelijk.